Ik vind het een heel leuk initiatief. Uh-huh. Ik heb al een jaar geleden had ik het al aangevraagd. En ja, het is super. Mm-hmm. Mensen vinden het echt leuk. Hartstikke goed. Ja, dit is, geeft wat meer, het is wat sfeervoller. Geveltuinendag. Dat is één keer per jaar worden alle geveltuintjes aangelegd. Alle nieuwe die mensen hebben aangevraagd. En op geveltuinendag, dan gaan we de aarde in doen. Met behulp van de bakfietsteams, die komen dat dan brengen. Dan moeten de mensen zelf het zand eruit halen. En meehelpen. Want dat is wel de bedoeling, dat de mensen ook een beetje het gevoel krijgen. Want dit is mijn geveltuin, en daar heb ik hard voor gewerkt. Het is eigenlijk heel simpel. Vroeger was het zo van, we trokken een paar stenen uit de straat. En je graaft er wat zand uit, gooit er wat aarde in en that's it. En nu kun je het gewoon aanmelden bij het wijkcentrum. En dan wordt er door het stadsdeel een mooie geveltuin gemaakt met een randje erbij. En dan moet je het zelf, moet je toch iets van 30, 40 centimeter zand eruit graven. En dan komen wij met de aarde brengen. Dat is ook 30% compostaarde, dus ook wel rijke aarde. En die gooien we erin. En dan kun je daar alles planten wat je eigenlijk wil planten. En het werkt perfect. Ze heeft een formulier ingevuld. Ja, de buurvrouw zei, goh, zou het niet leuk zijn een tuintje aan te leggen? En toen hebben we een formulier van haar gekregen. Toen hebben we het ingevuld. Ja, en ik bewonder altijd alle tuintjes. Ik kijk altijd van, oh, die heeft het heel leuk gedaan. En, nu gaan we zelf proberen er iets van te maken. Dus we gaan zo naar de plantenmarkt. En dan heb ik altijd een hele gezellige groene informatiemarkt met plantjes die ze dan kunnen kopen voor in die geveltuin. Biologische plantjes van de biologische kweker, heemplanten, bijzondere planten, net gezaaide dingetjes. En er is ook allerlei informatie op zo'n markt. En vooral een hele gezellige buurtdag. Ja, het is geen groot stedelijk aangelegenheid. Het is buurtbewoners die elkaar daar tegenkomen. En een beetje gezellige muziek bij. En wat te eten en wat te drinken. En vandaag was er nog een extra element eraan dat we ook aandacht wilden voor de duurzame geveltuin. Want het gaat slecht met het klimaat. En we wilden mensen zo bewust maken van dat je ook in je eigen tuintje, ook al is het maar een geveltuin, ook groenten kan kweken, kruiden kan kweken om van te leven, van te eten. Dat mensen ook zo'n beetje meer bewust worden van dat je dingen zelf moet maken en niet meer wat minder met de hele consumptiemaatschappij aan de slag moet. Ik denk dat het op zich wel enigszins geslaagd was, behalve het weer. Het is ooit hier begonnen in de pijp. Die hebben zich aan laten steken door mensen uit Oud-West, die hadden dat gedaan. Een aantal bewoners die vonden de pijp zo grauw. En dat was het ook, want het zijn smalle straten, daar waren niet eens bomen, die zijn er nu wel. En die hebben tegeltjes losgetrokken en die hebben zeg maar een soort illegale guerrilla gardening gedaan. Pre voordat iemand de term al kende, deze zat hier al. En het is voor zover ik weet in de Franse Halstraat begonnen. En dat werd elk jaar meer. En op een gegeven moment vond het stadsdeel dat eigenlijk wel zo leuk. Dat die hebben gezegd van, we gaan het subsidiëren. En we nemen daar mensen voor aan die dat organiseren en begeleiden. En die zorgen dat het allemaal goed komt. En dus elk jaar, tot ieders verbazing, dus al 16 jaar. Elk jaar komen er gemiddeld 50 tuinen meer bij. En al die ambtenaren hebben zoiets van, ja maar het is toch wel een keer vol daar in die pijp? Niet. Vorig jaar hebben we geteld. 1681 geveltuinen. Dus nu weer dik 50 erbij, zitten over de 1700. Maar oorspronkelijk is het eigenlijk een guerrilla gardening actie van mensen die willen gewoon meer groen in de tuin en niet meer beton in de tuin. Of meer groen in de wijk en niet meer beton. En die maken hun eigen groen en die gaan niet afwachten totdat andere mensen iets doen, maar doen het gewoon zelf. Dat is eigenlijk de oorsprong van geveltuinendag. We hebben geen zon, dus we willen een beetje wat zon in, wat bloemen en planten hebben. Wat ik belangrijk vind is, van we doen hier met de kraakgroep heel veel in de wijk, in de buurt, heel veel kraken. En wat hier, dit is ook een manier om nog meer binnen de wijk te doen, op een andere manier contact te maken met de buurt. Te horen en te zien wat er leeft en speelt in de buurt. Het is toch wel een andere manier contact leggen en ook mensen laten zien van dat je het zelf kan doen. Dat je niet moet afwachten wat andere mensen doen, maar dat je gewoon zelf je handen uit de mouwen moet steken om de buurt een beetje mooi te maken. De buurt bouw je zelf en de buurt bouw je niet door af te gaan wachten.
Nou, ik vind het heel leuk. Ik heb het altijd al heel leuk gevonden. Dat in de pijp ze zo heel erg bezig zijn om die geveltuintjes te promoten. Het wordt de buurt wordt er natuurlijk een stuk leuker, een stuk groener. En mensen vinden het ook leuk als je het doet. Ik kreeg hier ook allemaal enthousiaste reacties vorig jaar. Of 2 jaar geleden toen hier een tuintje was gemaakt. Volgend jaar weer. En ondanks dat mensen zeggen van ja, dat geveltuin is een juppie toestand geworden. Hebben wij zoiets van ja, dat is het absoluut niet. En het is juist, vooral dit jaar hebben we gewoon heel erg gemerkt van dat... Ook de jup hier in de pijp merkt van als je iets wil maken van je wijk, dat je het zelf moet doen gezamenlijk met anderen. Dus ik denk in dat opzicht dat we nog steeds een goede boodschap ook naar de nieuwe jup hier in de pijp aan het uitdragen zijn. En verder is het gewoon leuk om te doen en belangrijk om te doen en volgend jaar weer. En vind je het geweldig? Ik vind het jullie zijn super jongens die dat hebben gedaan. Dus ik hoop dat jullie goed... Belonen. Belonen. Ja, hartstikke leuk.